Oké, we zijn half driftend door die bocht gegaan en hebben we 2/10 mee gewonnen. Hoe de hel? Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en vandaag is het tijd voor de time trial op Japan. Ik heb er super veel zin in. En ik hoop jullie ook. Laat vooral jouw snelste tijd hier achter in de reacties. En smash alvast op dat blauw duimpje omhoog. 500 likes zal super nice zijn. En zie je nou meteen dat je niet bent geabonneerd. Abonneer dan eventjes, want een hoop mensen die mijn video's kijken zijn niet geabonneerd. Dus zou ik super erg waarderen. En laten we gewoon eerst eens even kijken naar de tijden die in training 1 en 2 zijn gereden. Bottas heeft een 1.28.7 en Hamilton een 1.28.8. Dus even kijken wat er bij practice 2 is gereden. 1.27.7 en Verstappen die heeft een 1.28.0. Kunnen wij dat halen? Nee, dat denk ik niet. Als we in de 1.28 zitten, denk ik dat we al blij moeten zijn. Aangezien Cas en Matthijs daar zitten. Ik denk dat Matthijs nog wel moet rijden. Maar in de 1.28 is denk ik wel een beetje de maatstaf die we moeten aanhouden. Dus laten we daar maar ons best voor gaan doen. Ik ga de setup van Cas gebruiken. Die vind ik altijd eigenlijk wel het fijnste. En voor de mensen die het niet weten, de kwalificatie is net 3 uur 's nachts verplaatst. Dus we weten nog helemaal niks op dit moment en we moeten wachten tot vannacht. En dan is de race zondag hartstikke lekker vroeg in het weekend, jongens. Helemaal toppie. Maar laat vooral weten hoe jij het gaat doen. Ga jij de kwalificatie net voor de race doorkijken? Of ga je de hele nacht opblijven? Of ga je 's nachts opstaan voor de kwalificatie, dan slapen, dan de race kijken? Geen idee, maar laten we maar gewoon gaan rijden. Zo, en daar gaan wij dan. Oh man, ik heb nog niet gereden. Dus dat gaat leuk worden. Ik heb spierpijn van het sporten, dus dat gaat ook leuk worden. Maar laten we maar vooral gewoon lekker gaan racen. Man, wat een gehobbel op dit circuit. Oh, te hard. Zo, dan Cas heeft er zin in hoor. Is dit een baan die hem ligt? Dat zou me niks verbazen. Oh, dan zitten we net even in een iets hogere versnelling. Oh, verliezen we hem bijna. Maar dit is het eerste rondje, hè? Dit is het eerste rondje. Niet helemaal lekker ingestuurd. We hadden daarvan iets wijder naar het midden moeten gaan. En ik dacht heel veel dat mijn opname niet eens aanstond. Dat was niet zo handig. Waarom dacht ik dat? Oké, even kijken waar we met deze ronde terechtkomen. Er zit natuurlijk echt veel te veel fouten in dit rondje. Dus die moeten we eruit gaan werken. Maar dat gaat wel goed komen. Oké, wat is onze tijd hier? 1.31.7. Buh, dat is niet goed. Maar we hebben heel veel fouten gemaakt. We moeten gewoon even dat eerste deel doorkomen. Dus even kijken hoe wij dat kunnen doen. Oké, we waren ietsje voorzichtiger hier, maar we zijn er wel goed doorgekomen. We hebben al 3/10 ongeveer te pakken. Deze bocht ging iets minder lekker, maar die hadden we net ook zwaar opgefokt. Dus we gaan toch al naar de seconde verbetering. Ondanks de volle lock-up. Dan gaan we nu het laatste deel in. Kijken of we die seconde kunnen houden ongeveer. Zou wel nice zijn. Oh, nu moeten we het gras niet ingaan. Ja, en dan hebben we het laatste stukje een klein foutje gemaakt. Waardoor we net niet aan die seconde zitten, maar we moeten er nog 2 seconden vanaf rijden. Ja!
11.000ste ter wereld. Ik wil echt van die 1.30 af. We moeten nu naar de 1.29 springen. Dat moet. Oké, dit gaat de goede kant op. Het gaat helemaal de goede kant op. Scherpe bocht. Ondanks die volle lock-up hebben we volgens mij niet veel beter gedaan. Maar deze ging ook niet perfect. Oh, ik zag heel even een invalid laptime in mijn ooghoek schieten. Ik dacht van nee. Ja, we zitten in de 1.29. 1.29.9, dan moeten we nog een keer een seconde eraf gaan rijden. Gaat ons dat lukken? Hier in die eerste sector gaan we wel... gaan we wel lekker, wil ik zeggen. Hartstikke de muur in. Mensen, gaan we wel lekker, Maxime. Hallo, hé. Oké, prima exit. Kijken of we nu ook een prima eerste sector kunnen doen en dan kunnen we het afronden. Niet helemaal hoe je hem wil, maar close enough. Ja, hier een beetje opgefukt. Maar het is oké, het is oké. We zitten nog dichtbij genoeg. Nog steeds. Deze ging wel oké, een tiende gewonnen, maar dat is niet genoeg. Deze ging ook niet heel lekker, ja, daar verliezen we veel tijd mee, vooral op het lange rechte stuk. Zonde, zonde, zonde. Kijken of we in de laatste bocht nog wat kunnen doen, want ja, dit is gewoon planken en sturen. Hier kan niet meer zoveel gebeuren. Nee, we schoven te veel. Oh, toch nog wel wat vanaf kunnen halen. 2/10. We zijn weer iets dichter bij die 1.28. Maar ik weet niet of dat gaat lukken, jongens. We zijn nu 6.000ste ter wereld. Daar gaan we weer, jongens. We moeten van die 1.29.7 af. Moet gewoon even een keertje goed gaan. Ja, deze hebben we nu alweer een stuk verbeterd. Nee! Shit man, what the fuck doe ik hier? Alles verpest! Ja! Ik ging te voorzichtig er doorheen. Oké, ik geef het op. Ik geef het op. Oké, we zijn half driftend door die bocht gegaan en hebben we 2/10 mee gewonnen. Hoe de hel? En nu verpesten we alles. De laatste bocht.
Oh my god, jongen. Echt deze game. Time trial. Wat de hel doe je me aan? 6000ste. Oké, top. Veel weggegooid, hè? Alles weer weggegooid, hè? Nou, joh. En dan doe je de ene bocht weer goed. Dan doe je de andere bocht weer helemaal kut. En dan heb je uiteindelijk helemaal geen wintering. Oh my god. Zo sad. Oké, we hebben het zwaar opgefukt net hier. Dat was een lekker rondje. 29-4. Kunnen we nog 14 ergens van halen? Nee, we zijn 5000 ter wereld, jongen. Prima exit. Nu moeten we het eventjes foutloos gaan doen, jongens. Kom op, kom op, kom op, kom op. Geef het op, jongens. Hier, fly better. We gaan niet meer rijden. We gaan alleen maar vliegen. Hey, blijf eens even stilstaan. We kunnen beter, maar een 1.29.4.3.2 is nu mijn beste tijd. Ik ga even terug naar de garage. Om mijn setup te laten zien, weten jullie dat ook. En dan ga ik hem ook meteen opslaan voor mijzelf. Safe. Ik heb allemaal mooie setupjes hier staan. En we hebben nu de setup van Japan. Ja, nee, ja. Japan, ja hier. Japan, die staat erbij. En die slaan we lekker op. Gaan we terug. En laat ik even de setup zien aan jullie. De aerodynamics, die staan op 4 en 7. De transmission op 55 en 65. Suspension op helemaal naar rechts, helemaal naar links. Zoals altijd. Deze staat op 2, 4, 6, 9, 2, 4. De brakes op 82% en 54%. En de banden op 23,8 en 21,9. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Heel veel succes met oefenen en je snelste tijd neerzetten. Laat vooral jouw snelste tijd dus weten in de reacties. Abonneer voor meer en smeer even dat blauwe duimpje omhoog. Zou ik super erg waarderen. En zie ik jullie de volgende video, jongens. Later.